Nee, iedereen is het erover eens dat natuurlijk ten aanzien van de oplossing van een aantal urgente problemen de zaak alleen maar nog verder op de lange baan zijn geschoven. Ja. Dat er natuurlijk gewoon, dat kun je op je vingers natellen, in ieder geval in de komende 2 jaar geen flikker aan gedaan wordt. Het Verlossen, kunt u mij horen? Veel vragen zijn er over de situatie in Den Haag en waar slagveld daar de ene na de andere vertrekt. Pieter Omtzigt, die heeft nog niet bekendgemaakt wat hij gaat doen. En wat gebeurt er nou met de problemen die er zijn in ons land? Ligt het allemaal 2 jaar stil? Daarover zo meteen meer. Maar eerst naar Rusland, naar Poetin. Want er zijn in het Kremlin zorgen over meer opstanden in eigen land. Ja, kijk, ik lees overal dat zijn macht ingrijpend is beschadigd geraakt door deze zaak. En dat, want daar had, god, waar las ik dat nou? Nou, het zal de Economist wel weer geweest zijn, maar of anders Foreign Affairs. Maar dat mensen verbazen toch vooral over het feit dat de FSB dus niks had gedaan. Dat eigenlijk, en ook de Pretoriaanse Garde, of hoe dat daar mogen heten. En laten we zeggen, die lui die bij uitstek het regeringscentrum en de regeringsleiders moeten beschermen. Dat die in feite ook niks hadden gedaan. Dat het allemaal een enorme amateuristische indruk maakte. Toen ze op weg gingen naar Moskou. En zei ja, want die zit op 200 kilometer van Moskou gestopt en omgedraaid. En daar hadden ze al een hele massa van helikopters uit de lucht geschoten. Dus dat, nee, dat is een opmerkelijke zaak. Hoe dat dan komt. Nee, hij heeft ook de FSB niet gestraft, begreep ik. Ja, misschien zouden ze dan nog opstandiger ook hebben gedenkt. Ja, wacht maar eens even. Ik begreep dat er ook bij die, toen ze Rostov bezet hadden, dat ze daar gezellig gekeuveld hebben met hoge Russische officieren. Ook met zo'n beetje van, ja, geweldig is het allemaal niet en we hebben het niet goed gedaan enzovoort. Dat je ook denkt, nou ja. En ondertussen is Prigozhin zoek. Maar ik kan zelf, en volgens mij kan niemand dat begroten, hoe groot de schade is die aan Poetins macht is toegebracht. Ja, iemand zei heel geestig ergens, ik weet nooit meer waar ik al die dingen lees, die zei van ja, dat is met absolute macht, zo is hij er. En dan ineens, zonder dat we het eigenlijk in de haat hebben, is hij ineens weg. En dan ben je klaar. Ja, daar zit wel wat in. Als plotseling dat idee bij iedereen van hij is absoluut machtig wegvalt. Van goh, ja, een beetje de keizer in zijn kleren. Prigozhin zou ook in Rusland weer gezien zijn. Ja, hè? In Petersburg, notabene. Want hij deed allemaal van ja, de spreekbeurten. Ja, Poetins favoriete stad. Ja, ja. Er is ook nog wel een scenario waarin wordt gezegd van dit is ook bedacht door Poetin. Poetin heeft die opstand een beetje in gang gezet, maar dat is toch wel onwaarschijnlijk, toch? Niet mijn indruk. Met de schade die het aan zijn regime heeft. Ja, daar geloof ik eigenlijk niks van, nee. Het is natuurlijk een beetje dat Elisabeth II eigenlijk Lady Di heeft laten vermoorden. Ja. Heb jij zicht op wie Poetin eventueel kan opvolgen? Want dat zingt nu ook rond van. Dat weet niemand natuurlijk wie Poetin op gaat volgen. En dat komt omdat er geen normale opvolgingsprocedure is. Kijk, dictatoren zijn altijd bekommerd om normale opvolgingsprocedures op te doeken. Dat is wat Xi in China heeft gedaan. In China hadden ze tenslotte een opvolgingsprocedure georganiseerd. Dat zo'n president zat er 5 jaar en ziet geweldig goed, dan mocht hij 10 jaar blijven. En nou ja, dat is dus Xi opgedoekt, want die wil eeuwig blijven tot hij doodgaat. Of weet ik veel, of hoe lang, misschien nog wel veel langer, opgebaard en wel. Geen idee. Dus ja, in de Sovjet-Unie is dat duister. Iedereen hoopt natuurlijk dat er dan een min of meer fatsoenlijk iemand opkomt dagen die probeert voor de zoveelste keer om er in Rusland iets van te maken. Daar heb ik geen enkel vertrouwen in, 0,0. Het zal iemand zijn uit die... Ik schat dat ook de militairen wel op de achtergrond een beslissende rol zouden kunnen spelen, maar niet een van hun eigen figuren. Het zal een van die toplui zal het niet worden, denk ik. Dus ja, dan wordt het toch natuurlijk iemand wordt gerekruteerd uit de bestaande elite, die naar mijn ideeën best het best beschreven kan worden als een club van dieven en moordenaars. Dus ja, maak je niet blij met de mogelijke opvolger van Poetin. Al zal een mogelijke opvolger, denk ik, minder ideologisch
bepaald zijn op het punt van dat het grote Rusland, het imperiale Rusland, hersteld moet worden. Vooral omdat natuurlijk de club van dieven en moordenaars er alle belang bij heeft, is dat ze lekker door kunnen dieven. Dat is nu natuurlijk een beetje in het ongerijde geraakt. Al moet je constateren dat al die geweldige sanctiemaatregelen maar hele beperkte effecten hebben gehad. Ja, daar lees je ook van alles over, soms wel en soms niet effecten, maar het is niet zo dat Rusland volledig ingestort is vanwege de sancties. Nee. Absoluut niet. Dus ik heb geen flauw idee. En mijn indruk is dat niemand een flauw idee heeft wie Poetin opvolgt. Je kunt er gezellig over speculeren. Er is een hele club, we hebben ooit die beelden, weet je wel, dat die zijn ook allemaal vernederd en zo. Ja, dat is een beetje Trumpiaans. Je ziet dat die lui altijd dezelfde impulsen hebben. Ja, ze hebben dus een regering benoemd, die hebben ze zelf benoemd. En daarna gaan ze al die lui die ze zelf benoemd hebben, die gaan ze zitten afzeiken. Om te laten zien, zie je wel, dat kan ik doen, dat kan ik nou doen. Dan weet je eigenlijk al dat ze als leiders volledig ongeschikt zijn. Maar moet de opvolger niet in zijn familiekring zoeken? Nou ja, hij heeft een dochter bij mijn weten, die zal het wel niet worden. En zijn schoonzoon zal het ook wel niet, dat zie ik allemaal niet zo gebeuren. Bovendien hebben die grotendeels hun tijd buiten Rusland doorgebracht, als ik goed geïnformeerd ben. Nee, er zit volgens mij niet wat je in Noord-Korea hebt, die dynastieke elementen, die zitten er niet in. Ja. Dat is ook in Noord-Korea natuurlijk een vrij lachwekkende kermis. En zicht op andere machtige figuren rondom Poetin? Ik heb geen idee, dan moet je verdomd veel weten van de hele omgeving van Poetin. En in feite weten we bar weinig van hoe dat systeem intern werkt. Dat schermt hij ook een beetje af, hè? Bewust. Ja, want we waren toch ook daar weer enorm verrast over de operatie van Prigozhin. Ja. We zijn elke week verrast. Hè? Ja. In de wereld gebeuren vreemde dingen. Nu is die oorlog in Oekraïne 500 dagen oud. Is er enig zicht op hoe lang het nog gaat duren? Nee, maar we zullen eerst af moeten wachten wat het zomeroffensief uiteindelijk gaat opleveren. Ik heb altijd gedacht, het moet haast wel, dat er natuurlijk voor allerlei backchannel contacten zijn. Die zullen er zeker zijn. En ik denk dat veel mensen zich toch wel zullen realiseren dat de kans dat je de Russen op afzienbare termijn, en het land zou kunnen uitjagen zonder enige kwestie van terugkeer. Dat wil zeggen dat je de Russen verpletterend verslaat, ook gerekend naar de middellange termijn. Dat lijkt mij niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk. Dus ja, dat betekent toch dat er tussen nu en de komende 5 jaar wel gepraat zal moeten worden. Het probleem is natuurlijk waar we ook mee begonnen zijn. Rusland is daar nou eenmaal. Kans dat Rusland ineens verdwijnt of zo, dat die is niet zo veel. Maar dat zijn de twee scenario's waarmee het kan eindigen. Onderhandelingen of Oekraïne moet verpletteren toeslaan. Ja, ik zou zeggen dat ik ben daar in toenemende mate wel een voorstander van geworden. Zorg dat de Oekraïne, dat die ook iets krijgen voor het feit dat ze bereid zijn om het conflict op enigerlei wijze te beëindigen met een compromis. Dan moet je ze wel belonen. Dus ik zou zeggen, maak ze lid van de NATO en van de Europese Unie. Maar lees Caroline Greiter vandaag in de Kwaliteitskrant wat het zou betekenen als je Oekraïne lid van de Unie maakt. Dat heeft heel verstrekkende gevolgen. Het wat is een groot land. Het is een grote agrarische producent. Dus nou ja, dat heeft omvangrijke financiële en organisatorische consequenties. Zoals? Nou ja, dat je veel meer geld kost. Die moet je ook gaan subsidiëren. Dus dan moet je misschien andere landbouwlanden wat minder subsidiëren. Vergeet niet dat de EU deels een groot succes is geworden door het subsidiëren van de landbouw in Frankrijk en in Duitsland. En in Nederland. Dus ja, daar ben ik wel langzamerhand een voorstander van. Ze veroveren wel langzaam langs het front dorpjes, hè, Oekraïne. Ja, het is toch heel klein bier is het. Ja, ze schieten her en der een gaatje in die maar ik heb niet de indruk dat er veel vaart in zit. Je bent niet onder de indruk? Nee, maar ik ben geen militair deskundige. Dus ook hier zul je zien, zodra ik zeg van nou het schiet niet erg op, dan is er plotseling een totale doorbraak of nou ja, wie weet wat.
Ja, het was wel interessant wat jij zegt. Er is constant contact op hoog niveau achter de schermen. Volgens mij, Amerikaanse media hadden daarvan de week ook dat bericht dat hoge Amerikaanse functionarissen met Rusland contact hebben achter de schermen. Zeker. Ze wordt altijd wel gepraat. Net zo goed als tussen Amerika en China natuurlijk ook contact is. Maar gaat het dan schriftelijk of telefonisch? Wat voor contact is dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat kan op van allerlei manieren. Ik denk niet dat het met de ouderwetse telex gaat. Dus ik neem aan dat er via internet contact gemaakt kan worden. Eerlijk gezegd, denk dat ze gewoon telefoneren, hoor. Ja. Denk ik. Waarom niet? En met beeldtelefoon. Gezellig. En waar gaat het dan over? Ten eerste over risicovermijding. Dat ze niet ineens een raket afschieten of zo, die helemaal uit de hand zou kunnen lopen. Dus dat je probeert om de conflict situatie zoveel mogelijk te beheersen en de risico's te minimaliseren. Wij zijn uiteindelijk alle partijen, voor alle partijen is dat een voordeel. En dan zullen ze zeggen, misschien zal er ook over condities worden gepraat of wat. Wat zijn de minimumeisen van Rusland? Of wat zijn de minimumeisen van de Oekraïne? Ik heb geen idee. Hoe liggen die papieren als het gaat om de EU en de NATO? Dat zou natuurlijk verstrekkende beslissingen zijn. Ja. Als je de Oekraïne toch op een beslissende manier in het Westen integreert. Er is ook een denktank, hè? CIDS, en die heeft 3 scenario's opgeschreven hoe de oorlog kan eindigen. Nou, de meest gunstige, die is logisch, bevrijdt Oekraïne alle gebieden en Rusland erkent de nederlaag. Dat lijkt me niet heel realistisch, toch? Nee, dat is voorlopig niet geen realistisch scenario. Ja, het meest pessimistische scenario van deze denktank voorziet in een padstelling, waarbij Oekraïne in onzekerheid en een benarde positie achterblijft en Rusland zichzelf als winnaar kan uitroepen. Dat lijkt me ook niet zinvol. De kans dat Rusland zich alsnog als overwinnaar kan uitroepen, dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Nee. Dus dan kom je uit bij het scenario wat daartussenin ligt. Het meest waarschijnlijke, zegt ook deze denktank, een gedeeltelijke overwinning waarbij Oekraïne slechts een deel terugwint, ofwel het gehele territorium, maar dat Rusland doorgaat met aanvallen. Ja, dan is er dus niks opgelost. Dat is een continuering van het conflict. Ja, natuurlijk de schade die Oekraïne oploopt als gevolg van de continuering van het conflict, die is omvangrijk. Ja, dus daar moet je ook rekening mee houden voor de middellange termijn. Ik denk dat je dus de Oekraïne rijk ruimhartig moet belonen voor het feit dat ze, dat is ook een beloning waard. Dat ze hebben aangetoond dat het Russische leger bepaald niet is wat ons was voorzegd dat het zou zijn. Ja, precies. En je wil natuurlijk toch, om dit echt goed te kunnen oplossen, de onderliggende oorzaak voor beide partijen, en vooral voor Rusland natuurlijk, aanpakken. Maar wat is die onderliggende oorzaak dan? Nou, die is vrij simpel natuurlijk. Namelijk dat Rusland uiteindelijk op termijn niet akkoord is gegaan met het enorme machtsverlies wat ze geleden hebben tussen 89 en 91. En de chaotische periode van de jaren 90. En dat heeft Poetin, dat moet je zeggen, is er altijd heel realistisch over geweest. Van ja, Rusland is een imperiale macht. Wij zijn zeer benadeeld door het Westen. Een ontzettende klotenstreek van het Westen. Toen wij zwak waren, is daar misbruik van gemaakt. De Baltische Republieken. Ons hele imperium is in feite verdwenen. En denk aan die verklaring die Poetin af heeft gegeven nog voor dat de oorlog in de Oekraïne was begonnen. Met al die eisen die hij stelde. Dat de NATO moest opdonderen uit Oost-Europa. En het moest zo zus en het was zo. En ja, het was zaak dat Ruslands positie in allerlei opzichten zou worden hersteld, voor zover überhaupt mogelijk. Nou ja, dat is volkomen onacceptabel. En ook, dat heeft de Oekraïne aangetoond, dat dat ook militair onuitvoerbaar is. Hmm. Denk je dat, kijk, op lange termijn is Rusland toch strategisch de grote verliezer in het wereldspel, als je het zo noemen wilt. Omdat natuurlijk, Rusland is natuurlijk economisch een reuze blemenvoet, of weet ik hoe je dat precies moet zeggen. Maar in ieder geval, het stelt niks voor. Waarom speelt China een belangrijke rol in de wereld? Omdat we allemaal weten dat de Chinese economie geen kattenpis is. En het probleem van de Russische economie is dat het nou juist wel kattenpis is. Ja, de Russische economie is even groot als die van Spanje. Ja, wie neemt Spanje serieus? Toch een mens? Ja, om een vakantie te gaan of zo. Maar
Spanje is geen speler op het wereldtoneel. Dat is ook de reden dat de Sovjet-Unie natuurlijk uiteindelijk gedesintegreerd is. Als de Sovjet-Unie even succesvol was geweest als, laten we zeggen, West-Europa, als je dan maar hele fijne glanzende auto's had gehad die het goed deden en de televisies, de kleuren televisies, nou ja, schijn van democratie, dan was er niks gebeurd, denk ik. Nee, ze hebben hun eigen mislukking georganiseerd. Kijk, alle communistische landen, voor zover er nog communistische landen over zijn, zeg je toch ook niet van, ja, dat is Noord-Korea, dat is het. Hè? Ja, dat zei de CPN ooit. Hè? Nee, dat denk je niet, nee. Wat hebben we nog meer? Cuba is ook geen groot succes geworden, dat kun je toch ook niet beweren. Nee, het communisme heeft dus gefaald. Op zichzelf, vanuit historisch perspectief, hoogst interessant. Dat we hebben geprobeerd om een heel ander soort van industrieel systeem op te zetten en het heel anders te organiseren dan, laten we zeggen, de traditionele kapitalistische structuur. En dat is een totale mislukking geworden. Totaal. Een hele centrale planning. Een klein beetje planning is niet gek. Maar het moet altijd toch zo flexibel zijn dat er een soort verandering ingebouwd zit. Denk je dat Oekraïne met de middelen die ze nu hebben, dat ze daar voldoende mee kunnen winnen? Beperkt, denk ik toch. Ja, Rusland heeft natuurlijk toch ook ondertussen 3 kwart jaar lang de kans gekregen om zich in te graven, mijnen te leggen. Kijk naar die plaatjes die in de krant staan. Ja. En nogmaals, de oorlog nu is totaal anders dan de oorlog in het begin was. In het begin was er een agressor die zichzelf enorm had overschat. En die bovendien slecht georganiseerd en bevoorraad bleek te zijn in casu Rusland. En het Oekraïne kon met kleine, snel opererende eenheden hele enorm effectieve speldenprikken uitdelen. En nu is er een omgekeerde situatie waarbij Rusland in feite in het defensief is geraakt. Aangevallen wordt door de Oekraïne. Maar ja, ik heb altijd begrepen uit de militaire literatuur dat je voor een effectief offensief 3 keer zoveel mensen en materiaal nodig hebt als de verdedigende partij. En ja, bovendien is het toch wel duidelijk, dat moet iedereen wel toegeven, dat de Russen wel iets hebben geleerd in het afgelopen jaar. En de Russen hebben de tijd, hè, want de Oekraïne die wil haast maken, want die willen natuurlijk voor 2024, als er nieuwe verkiezingen in Amerika zijn. Ja, dat speelt natuurlijk sowieso, maar dat speelt voor de Europese Unie natuurlijk ook een rol. Ja, als Amerika natuurlijk onder lijnen van Trump uitstapt uit het internationale koer, ja, dat is vrij ingrijpend. In feite is het dan net of de dirigent een hersenbloeding krijgt. Dat is vrij treurig. En nog wat ik mijn overtuiging is, dat nou ja, ik las nu weer net een stukje in de, van die Thomas B. Edsel, altijd interessante stukken. Dat een heleboel lange termijn trends niet slecht uitpakken voor de democraten. Dat voor veel suburbians Trump toch een toxic figure was geworden. Dus ja, we zullen zien. Ik denk dat ik sowieso maar voorspellingen, maar daar moet ik maar helemaal mee ophouden. Want als jij had gezegd voor 2 weken geleden, weet je wat er gaat gebeuren. Die Rutte, dat is echt een manipulator eerste klas. Die Rutte trekt gewoon totaal onverwachte stekker eruit. Had ik gezegd, joh, kom op. Nou ja, radicaal Rutte toch niet. Hè? Een schattenbout waarmee je wil gaan sjoelen. Nee. Ja. En wat blijkt hij een moordenaar te zijn. Oké, dan veel vragen die gesteld zijn over dit onderwerp door luisteraars. Pieter Omtzigt, laten we daarmee beginnen. Oh, Omtzigt, ja, wat gaat hij doen met die verkiezingen nu? Ja. Interessant, ja. Nou ja, daar waren allerlei scenario's toch. En kijk, het is heel gek, hij kan natuurlijk niet als eenmanspartij in de Kamer gaan zitten, want dan stemmen er zoveel mensen op hem, dan moet hij wel een soort beweging vormen, hè? Een groep, zoals dat heet. Ik zie hem niet terugkeren naar het CDA. Heb je laatst al die kille tafereeltje gezien met hoe heet ze? Niet Gardeniers, ik vergeet al hoe ze heet. Niet Renske Leijten bedoel je? Nee. Het ging over die verhoren over Omtzigt, functie elders.
Oh ja, ja, ja. Met Annemarie Jorritsma, ja. En met Ollengren. Dat Jorritsma hem geen hand wou geven en zo. Oh, dat heb ik niet gezien. Ja, dan een heel lullige scène. Ook allemaal kinderachtigheden. Maar goed, ja, ik heb geen idee. Hij kan ze bij de BB-beweging aansluiten. Daar hebben we het al eens over gehad. Ja, dat klopt. Ik kan me dat van Omtzigt niet voorstellen. Het is natuurlijk een ongelooflijk eigenwijs portret. Ja, het is een hele autonome figuur. Fantastisch Kamerlid in velerlei opzichten. Maar wat hij precies gaat doen, weet ik niet. Ik heb geen idee. Wat zou je hem adviseren? Ik weet niet hoe leuk hij het vindt om in die kamer te zitten. Maar eigenlijk zou ik hem adviseren om maar terug te keren naar het CDA. En daar een hele hoge prijs voor te laten betalen. Wat betekent dat dan? Nou, liefst dat hij toch misschien niet de dagelijkse leiding, maar wel de strategische leiding zou krijgen. En het zou denk ik voor het CDA zou het de redding kunnen zijn. Maar dan zou hij wel de lijsttrekker ook moeten worden, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar hij kan ook nummer 2 gaan staan. Ja. Even effectief hoor. Kiezers zijn niet gek. Nee. Zou toch wel op hem stemmen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Nou, eens even kijken naar wat, wat andere vragen. Dit gaat over de centrale afvalverzameling. Oh. In de gemeente Utrecht. Ja. Bestuurlijk geprutst van de bovenste plank. Dat heb jij eerder ook al gezegd. Gijs van IJs is dit, uit Nieuw-Engeland in Utrecht. De natuur trekt zich niets aan van goedbedoelde intenties. Ouderen moeten met afval de stedelijke hindernisbaan over, terwijl ze aangevallen worden door dikke ratten en gillende meeuwen. Zo is het nou ook weer niet, maar het is natuurlijk toch gek. Dat je besluit dat, dat ook oudere mensen, stel voor dat je meer dan één zak vuil hebt, dat je dan 2 keer moet lopen. Want ik ging uit van oudere mensen die moeilijk lopen. Kijk, ik kan daar heel gemakkelijk heen lopen. En ik loop er ook heen en doe die zakken in dat afvalpunt. Maar als ik morgen doodval, dan kan mijn vrouw, die kan dat niet. Of die kan dat alleen heel, heel moeizaam. En die zal voor elke zaak een apart wandelingetje moeten maken. Ja. Maar Gijs stuurt een bericht mee van de Leidse Kade in de Utrechtse wijk Lombok. En dat zijn dus ook bewoners die dagelijks te maken hebben met ongedierte dat op het afval afkomt in de buurt. Want dat wordt daar gedumpt. En hoewel de gemeente probeert de ratten te bestrijden en afval regelmatig wordt opgeruimd, heeft dat volgens de bewoners nog niet het resultaat. Ze willen een structurele oplossing. Het probleem is hier ook een beetje dat afvalpunt, je kunt het zien vanaf hier, dat het kennelijk iets te klein is. Zodat met enige regelmaat liggen er tientallen vuilniszakken rond het afvalpunt. Ja. Ja. Ik vraag me af wat Maarten... Ik begrijp er simpelweg de ratio niet erg van. Ik bedoel, hoe moeilijk het is om met een vuilnisauto door de straat te rijden. En die, hè, meestal zijn ze zo handig. Ze hebben 2 van die lui achterop staan. Ja. Ze stoppen ook niet. Ze blijven langzaam rijdend. Het is in no time gebeurd. Nu moeten ze met een speciale wagen komen om dat hele ding eruit te tillen. En zo, volgens mij heeft het nauwelijks tijdwinst opgeleverd. Maarten, heb je het coalitieakkoord in Gelderland bekeken? En vooral wat de BBB daar vindt van de provinciale kerncentrale? Nee, ik heb het. Nee, dat is nou niet een van mijn grootste liefhebberijen om al die coalities in die 12 provincies te gaan zitten navluizen. Maar ik zag wel een of andere man die niet erg gelukkig was, terwijl die notabene VVD stemde, dat hij niet erg gelukkig was met, zeg maar, de natuurparagraaf die in Gelderland gebakken was. En dan was het ook wel weer een hele conservatieve coalitie, toch? Was VVD, SGP, BB, nou ja, dat werk. Nou ja, misschien ons voorland, niet waar, misschien koerste de moordenaar op een dergelijk scenario. Thijs Gulmans. Maarten, ik luister met veel plezier naar je podcast. Nu het kabinet is gevallen, zul je daar ongetwijfeld veel vragen over krijgen. Ik heb er ook een vraag over. Ik vraag me namelijk af of de maatschappelijke problemen die spelen ooit opgelost zullen worden. Nee, iedereen is het erover eens dat natuurlijk ten aanzien van de oplossing van een aantal urgente problemen de zaak alleen maar nog verder op de lange baan zijn geschoven. Ja. Dat er natuurlijk gewoon, dat kun je op je vingers natellen, in ieder geval in de komende 2 jaar geen flikker aan gedaan wordt. Maar ja, je weet, Rutte, de koning van het uitstel, de koning van het excuus maken. Allemaal dingen die niets kosten, uitstellen,
voortdurend excuses maken voor van alles en nog wat. Dat kost allemaal niks. Maar lost voor ons in Nederland op dit moment geen enkel probleem op. Beste Maarten, zou Rutte bewust het kabinet hebben laten klappen om... Ja, zeker. Zegt Tom Kraai. Ja, die heeft dat heel bewust laten klappen, ja. Het is niet eens van laten klappen, het zat er, en hij heeft het gewoon vermoord. Dan deze, Tom Klein uit Rotterdam. Hallo Maarten, Rutte heeft zich volgens de verslaggeving ongebruikelijk hard opgesteld in de onderhandelingen over asielopvang. Kan het zijn dat hij met het oog op het voorzitterschap van de NAVO aan de wereld wil laten zien dat de deeltjesmaker ook in staat is om resolute, daadkrachtige en riskante besluiten te kunnen nemen? Nee, dat is niet mijn indruk, eerlijk gezegd. Een van de weinige punten waarop ik Rutte wel wil geloven is dat hij kennelijk in Nederland wil blijven. Er was natuurlijk alsmaar sprake dat hij die Stoltenberg zou kunnen opvolgen. Ja, die gaat nu langer door. Maar Stoltenberg gaat langer door en die spreekt natuurlijk magistraal Engels. Dat je hoort dat hij Engels spreekt, maar je bestaat er geen woord van. Hè? Hij komt toch uit zo'n Scandinavië? Ja, hij komt uit, ik geloof, Noorwegen, toch? Ja, maar goed, of is het een Deen? Maar het Engels van Rutte is ook niet geweldig. Dat weet ik eigenlijk niet. Spreekt hij geen goed Engels? Nou ja, in ieder geval heel erg duidelijk met een Nederlands accent. Ja, goed, dat is moeilijk aan te ontsnappen aan een Nederlands accent. Geachte heer Van Rossum, met veel interesse heb ik geluisterd naar de podcast over McCarthy. Wat ik gemist heb is de executie van Rosenberg. Ja, dat is een apart probleem. Dat is het echtpaar Rosenberg. Dat is gepakt wegens spionage in de kwestie van een nucleaire geheime. En ja, zij waren, dat hebben ze deels wel gedaan, maar zij waren kleine spelers. En dat zij ter dood gebracht zijn op de elektrische stoel, beiden. Dat wordt achteraf wel gezien als een ontsporing van de rechtspleging. Maar ja, ook gebaar, sfeer, stemming. Wat ik daarnet al gezegd heb, hier dat paniekgenoeg over die Russische bom. Terwijl iedereen natuurlijk wist dat die Russen in no time een bom zouden maken. Het maken van de bom. Als je weet hoe het moet, het maken van een bom. En je zet alles op alles. Dan is het helemaal niet moeilijk om een bom te maken. Nee. Nou, die podcast over McCarthy kan teruggeluisterd worden als mensen daar nog meer over willen weten. Want het is, ik zag ook de Wikipedia-pagina nog te lezen deze week. Het is echt een heel verhaal, hè, over die McCarthy. Ja, omdat het heel karakteristiek is voor de stemming in het land op dat moment. En dat je ook weer ziet dat natuurlijk, kijk, als Eisenhower er meteen tegen opgetreden was, wat hij best had kunnen doen, was hartstikke populair, dan had dat best effect gehad. Nu heeft dat veel te lang doorgeziekt. En ja, waar we het over gehad hebben, dat in feite is zo'n, dat McCarthyisme blokkeert voor jaren en jaren. Zeker natuurlijk in kleinere steden of gemeenschappen. Innovatief denken, afwijkend gedrag, ga zo maar doen. Dit is een vraag of een opmerking van Maukje. Hi, Maarten, ik luister met veel plezier naar je podcast. Wat ik een beetje jammer vind, is dat het tegenwoordig zo vaak gaat over oorlog en geopolitiek. Je hebt zoveel andere interesses. Kun je eens een podcast wijden aan de historie van het recreatief wandelen? Dat is toch een groot genoegen om van jou en vele anderen te horen. Ja, recreatief wandelen. Ik weet niet, zou daar wel een geschiedenis van geschreven? Wanneer zou dat begonnen zijn? Ja. Kijk, toerisme is... Ook in de oudheid was er volgens mij al toerisme. Net zo goed als je in de oudheid, hoe gek het ook klinkt, musea had. Waar natuurlijk al die dingen getoond werden die vaak toen al 2 of 3.000 jaar oud waren. Ja. Ik zal er eens over denken. Interessant onderwerp, recreatief wandelen. Maarten, ik was een herhaling aan het kijken van een uitzending waarin jij met je broer Berlijn bezoekt. Ik ben fan van de podcast, maar waarom stel je zo arrogant op naar de toeristen in Berlijn door hen klootjesvolk te noemen? Het stoort mij vreselijk. Nou, omdat ik het klootjesvolk vond. Ja, dat begrijp ik. Het hele massatoerisme, je kunt het moeilijk verbieden. Maar het leidt tot rampzalige ontwikkelingen. Of eigenlijk overal waar het zich voordoet. En ik heb altijd het gevoel, vandaar mijn idee over die musea, dat ze het ze niet echt interesseert, maar dat het een kwestie is van afvinken. Dat ze niet echt naar een museum met schilderijen gaan omdat ze dol zijn op schilderijen, maar omdat je nou eenmaal bepaalde schilderijen moet hebben gezien. En dan heb ik de bekende klont
voor de nachtwacht, of de nog veel grotere klont voor de Mona Lisa, met al die mensen die dan met de iPad staan te fotograferen. Dat is het eigenlijk. Vandaar dat ik heb voorgesteld om alle wereldberoemde schilderijen allemaal beneden bij de ingang, eventueel al buiten de vestiaire, eventueel achter plexiglas te toon te stellen. Dan kan de rest van de collectie kan rustig bekeken worden. Rob Roordink die zegt, jullie moeten niet afleveringen alleen maar uit gemoppen laten bestaan, maar ook wel inhoudelijk weer wat delen, want daarvoor luister ik naar Maarten. Ja, als natuurlijk onze minister-president een moordaanslag uitvoert op zijn eigen kabinet, ja, moet je daar dan over mopperen of moet je zeggen, ach, we hebben genoten, het was weer eens wat anders, het was weer, ja, je weet dat toch, in Nederland is het weer een nieuwtje, fijn, we hebben er echt met volle teugen, nee. Ja, ongelukkigwijs is er vaak veel te mopperen. Maar daarom doe ik ook historische stukjes. Ik mopper niet over de Koreaanse oorlog. Ja, die is zo lang geleden, dat heeft geen zin meer om te mopperen. Hè? Ik wil er best ook over mopperen, zo is het niet. Maar ja, ik vond het al nogal stom dat de Amerikanen hadden gezegd, we gaan het niet verdedigen. En vervolgens besluiten ze nog geen 7 maanden later of 8 maanden later om het wel te verdedigen. Dat is natuurlijk een beetje typisch. Andere vraag, als Poetin de privélegers nu officieel wil incorporeren in de krijgsmacht van Rusland, hoe gaat hij dan wegkomen met bijvoorbeeld hetgeen gebeurt in verschillende landen in Afrika? Operaties in het buitenland zouden dan volledig toe te rekenen zijn aan Rusland. Poetin kan het hier dan niet, of kan dan niet lange afstand van nemen, zegt Wouter. Ja, dat is ongetwijfeld is dat juist. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoe het met die diverse gevechtsgroepen die in Afrika actief zijn, hoe het daarmee gaat aflopen. Ik heb nog niet gelezen of die opgeruimd worden, verdwijnen, of juist helemaal niet verdwijnen. Nee, ik heb geen idee. Dan hebben we het over roken in bed gehad. Iemand stuurt de Zweedse zangeres Monica Zetterlund. Die viel in slaap en is op die manier in een brandend bed omgekomen. Ja, dat heb je ervan. Dat kan dus ook gebeuren. Beste Maarten, ik ben wel benieuwd wat je vindt van Veenhuizen. Ja, ja, nou moet ik zeggen, daar hebben wij, mijn zuster, mijn broer en ik, vrij uitgebreid aandacht aan besteed in een van onze uitzendingen van Daar komen de Van Rossums. Ik zou zeggen, zoek die even op YouTube, want daar staan al die dingen op. En dan krijgt u een keurig exposé over, nou ook over Van der Bos en hoe dat tot stand is gekomen. Dat het uiteindelijk niet het effect heeft gehad wat men hoopte dan het zou hebben. Ja, want het ging in feite om gestructureerde armoedebestrijding door mensen iets te doen te geven. En dat heeft niet gewerkt zoals ze hoopten dat het zou werken. Maar nogmaals, ik heb daar al eens uitgebreide aandacht aan besteed. Dan is ook nog een verzoek binnengekomen of je een keer iets over Russische spionnen geïnfiltreerd in de Amerikaanse maatschappij wil doen. En dan is daarbij de vraag, is dit echt zo omvangrijk geweest als de serie The Americans doet vermoeden? Vraagt Arjo van Driel. Dat weet ik niet precies, maar spionage is het meest overschatte fenomeen van de afgelopen 100 jaar. Daar ben ik wel vrij sterk van overtuigd. Iedereen die echt verstand heeft van dit soort van dingen, heeft altijd gezegd, joh, als je 3 kranten gedetailleerd leest en er goed over nadenkt en je gezonde verstand gebruikt, dan weet je precies evenveel als de top van die regeringen. Te meer omdat natuurlijk Stalin is daar een schoolvoorbeeld van, dat de leiders vaak niet geloven wat de spionnen berichten. Stalin had fantastische spionnen in de Rote Kapelle. Ja, die berichten dan, Duitsland gaat je aanvallen. Dan zei hij, dat kan niet, dat geloof ik niet. Ja, er was nog een overloper. Dus op de dag voordat de Duitsers aan Barbarossa begonnen. En die zei, ja, morgen komen ze. En die heeft Stalin dood laten schieten. Nee, spionage is te kijken. Iedereen denkt dat spionage ontzettend belangrijk is, omdat we zoveel romans en films hebben over enorm. James Bond. En laten we zeggen, de James Bond toppos, om het maar even zo te noemen. Ja, dat is hartstikke leuke boeken. Daar gaat het me nou niet om. Leuke thrillers. Kijk, alle boeken waarin de planeet gered wordt door een individuele persoon, van welke aard dan ook, zijn de grootste lulkoek ter wereld. Vrijwel alle spionageromans zijn onzin.
Ja, want het heeft zelden iets opgeleverd. Ja, het aftreden van Willy Brandt. Oké. Okay. En Sigrid Kaag die heeft aangekondigd te stoppen, de politiek te verlaten. Haar dochters hebben eerder al aangegeven, mam stopt ermee en Kaag geeft daar nu gehoor aan. Haar opvolger lijkt al klaar te staan en daarover hebben wij het in een video die je vindt via de link in de show notes. Ik mopper niet over de Koreaanse oorlog. Ja, dat is zo lang geleden, dat heeft geen zin meer om te mopperen. Hè? Dit is de verlosser van Duitsland. Dit is de redder van Duitsland uit de nood. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Dit is der eine, de man waarop we gewacht hebben en die van Duitsland weer zal maken wat Duitsland ooit geweest is, of zelfs misschien nog wel meer dan dat. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving. En dat betekende dat velen in feite hun kritiek hebben opgeschort. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij, die je met één keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.